Goedemorgen, meneer en mevrouw. Ben u al een beetje wakker? Nou ja. Jullie wel, nou ik eigenlijk nog niet zo. 4 uur al wakker? Ja. Nou, daar moet ik toch niet aan denken. Waarom was u 4 uur al wakker? Mooi weer nou. Meestal nog op 10 minuten nou. Ja? Ja. Ja. En uw vrouw ook? Nee. Nee. Hoe laat was u wakker, mevrouw? 6:30. Half zeven, dan is het hem genoeg en dan zegt hij, nou ga jij er ook uit. Nee, hij is te wandelen hoor. Nee. Hij is dan al de straat op. Hij is dan al de straat op en dan, ja echt, zo vroeg gaat u de straat op om even te wandelen de natuur in of zo? Wat is dan de wandeling? Nou, weer vanmorgen auto geweest en in de streetterrein. Kilometer of 13. Kilometer of 13 en doet u dat elke ochtend? Ja. Ja. Nou, ik denk dat u een uniek persoon in Nederland bent. Ik ben meer hoor. Ja? Ja. Waar zijn jullie op weg naartoe, mevrouw? Workum. En wat is de bedoeling om in Workum te gaan doen? Naar de camping. Naar de camping? Nou, dat is ook wat, want we hebben het programma Campingkletser hebben we net gehad. En nou gaan jullie naar de camping, dus we hadden een dubbelslag kunnen slaan met jullie. Ja, ja. We staan er al een paar jaar om. En wat hebben jullie daar, een caravan tent? Caravan, ja. Het was vroeger nieuw, maar het is nu een hele oude, want helemaal dikke 20 jaar. En dan gaan... Nou, doe het, dan gaan we erheen. Ja, u hebt nog gelijk. En in de weekenden of door de week ook wel eens? We zijn nog 6 weken geweest en we gaan nog de weekenden. Ja. Ja. Lekker onthaasten? Ja. Rustig. Ja. Werken jullie ook nog? Nee. Wat voor werk hebt u gedaan, als ik vragen mag? Spoor. 40 jaar. Nou, dit is toch ook wat. Dit is toch niet te geloven, mensen. We hebben een campingkletser die in de trein zit en 40 jaar bij het spoor heeft gewerkt. Wat deed u bij het spoor? Op de trein zelf? Rangeerder. En zijn er achter. Maar meester rangeerder. Meester rangeerder? Nee, meest. Rangeerder, niet meester. Oh, meest rangeerder. En wat houdt dat dan precies in? Wat moest u doen, meneer? Nou, wel, trein omrangeren. Nou, goederentrein. Ja, ja, ja. Maar dat bestaat de laatste jaren nog niet meer. Nee. De laatste 20 jaar is dat al weg, maar. Nou, en dit zijn wel aardig luxe treinen, hè, waar we nu in zitten. Ja. Ja. Toen ik bij het spoor kwam, wat er stond dan nog? Net in de overgang stoom, Blauw Engel. Ja, die rijdt nu zo nu en dan nog als toeristische attractie, maar dat is het dan ook, hè? Ja. Nou, en hoe is het nou? Want u hebt hem al een paar jaar om de deur. Ja, al... hoeveel jaar? 46, 47 bijna. Nee, van je pensioen. Oh ja, nou ja, dat is lekker 46 jaar. 16 jaar is al. 17 jaar. Oh. Hij is met 17 jaar is hij al met pensioen. Zo. Dus. Nou, en nog steeds kijken jullie elkaar heel verliefd aan, heb ik het idee. Ja hoor. Oh, ja. Nou, ik wens jullie heel veel plezier dit weekend op de camping. Ja. Met wie heb ik gesproken? Met Appie Kuipers. En hoe heet mevrouw? Els Kuipers. Appie en Els Kuipers, bedankt voor dit gesprek en goede reis naar Workum.